Het is ieder voorjaar weer een bijzonder moment voor de familie Gersthuizen uit Millingen aan de Rijn. Jaren geleden plaatsten ze een ooievaarsnest in hun tuin en sindsdien wordt deze ieder seizoen trouw bewoond. Om de dieren te herkennen krijgen ze allemaal een ringetje om hun poot. Deze ringen worden aangebracht als de ooievaars nog te jong zijn om te vliegen, zodat ze makkelijk te pakken zijn. En dat zorgt jaarlijks voor veel bekijks in de achtertuin van de familie. Doordat op dit moment ook de avondvierdaagse plaatsvindt in Millingen aan de Rijn, zijn er deze keer niet zoveel kinderen aanwezig als normaal. Maar aan familie en vrienden geen gebrek. Iedereen wacht met spanning op het moment waarop ze een glimp van de ooievaars kunnen opvangen. Want het blijft natuurlijk bijzonder, zo'n gezinnetje in je tuin. Ja, dat is natuurlijk een cadeautje, hè. Zo dicht bij de bewoning woont de wereld. En dan, zo'n koppel. En ze hebben ook een naam. Hannelore en Hendrik. En dat is eigenlijk al 13 jaar lang dat ze hier zitten. En het nest is ooit hier gekomen in 2006. Toen onze oudste zoon geboren werd. Een vriend van mij is mandenmaker. En die had zijn mand voor aan de straat neergezet. En ik zag daar wel eens daarachter. En wij zag ik wel eens ooievaars fourageren. Ik dacht, hé, dit is misschien een kans. Wanneer er jongen worden geboren is het dus zaak om deze een ringetje te geven met een nummer erop. Zo kan het gedrag worden gevolgd, de verblijfplaatsen en hoe de vogels leven. Maar natuurlijk is het ook voor de buurt ook ieder jaar weer iets om naar uit te kijken. Ja, het is een soort traditie geworden. En normaal doen we dat samen met Kekerdom. Maar Kekerdom heeft de laatste jaren wat moeite. Dus vandaar alleen hier in Millingen, maar ja, normaal doen we dat samen. En ja, het is een traditie. We maken er gewoon een feestje van. En gezellige bedoeling om zo samen hier te zijn. Het maakt het natuurlijk extra leuk dat de ooievaars nog zo jong zijn. Maar dat heeft ook een praktische reden. Ja, dit is eigenlijk het enige moment waarop je fatsoenlijk een ooievaar in handen kunt krijgen. Zodra ze volwassen zijn, dan lopen ze in het veld. Ze zijn heel erg groot. Ze zijn niet zo makkelijk te vangen. Het kan wel, maar het kost heel veel moeite. Dit is eigenlijk de meest eenvoudige manier. We halen ze van het nest, we nemen ze mee naar beneden. Daar geven ze een ring, we nemen een aantal maten. We kijken hoe groot ze zijn, hoe fit ze zijn, hoe goed ze dus eigenlijk als jong doen. En daarnaast weten we van deze ooievaars dus waar ze geboren zijn. En dat is altijd, hoe meer je van een vogel weet als je hem ringt, hoe mooier het eigenlijk is. Want ja, hoe beter je iets over zo'n vogel kunt zeggen. En natuurlijk is er naast kijken ook ruimte om de kleine ooievaars even aan te raken. Hey, jij mocht net de ooievaar vasthouden of even aaien. Hoe voelde dat? Lekker. Lekker? En hoe voelde dat dan? Heel zacht. En hoe vond je het om die ooievaars van dichtbij in het echt te zien? Ja, leuk.